Zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven maken volgens Google nog veel te weinig gebruik van de kansen die internet ze biedt om te groeien. Om dat te veranderen start de internetgigant volgende maand in Eindhoven de campagne Digitale Werkplaats. Wij zien elke dag hoe mensen succes maken met het internet. En eigenlijk kun je nu als kleine ondernemer hetzelfde als grote ondernemers. En er zijn heel veel die dat goed doen, ook hier in Brabant. Maar we zien toch nog heel veel mensen die dat niet doen. Die zich afvragen, maar hoe moet ik dan een website? Hoe word ik online vindbaar? Hoe kan ik mijn naamsbekendheid online vergroten? Hoe moet ik omgaan met het feit dat iedereen tegenwoordig een mobiele telefoon heeft? Nou, dat soort dingen willen we laten zien. Hoe je dus je kansen kunt creëren op het internet. Het is een landelijke campagne die start in Eindhoven. Volgens burgemeester Van Gijzel is het belangrijk omdat er grote veranderingen op ons afkomen. Veel MKB'ers spelen hier nog niet op in. Het is vooral bedoeld voor zij die nog geen toegang hebben tot de digitale wereld. Dan gaat het om de bakker of een garagebedrijf, de fietsenmaker, nou ja, dus retail, restaurants, cafés. Het zit er meer in het onder- en middensegment van de economie. Volgens het internetbedrijf groeien bedrijven met een goede website veel sneller. Nou, wat wij zien, en we praten daar heel veel over, is dat mensen die het internet omarmen eigenlijk twee keer zo snel groeien als mensen die dat niet doen. En bijvoorbeeld, er is hier een honden- en kattentrimsalon die van 20 vaste klanten naar 350 vaste klanten ging. Het internet staat bol van de kans. Wat biedt het voor voordelen voor Google zelf? Nou, laten we zeggen, als mensen het internet meer gaan gebruiken, dan zullen ze vast ook de Google-spullen gebruiken. En niet alleen Google spint er garen bij. Ook de inwoners van Eindhoven worden er beter van. Nou hebben wij in de afgelopen jaren al een economische groei gehad die twee keer het land hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de afgelopen 10 jaar zijn we by far de sterkst groeiende economie van Nederland. Als we dit er nog aan toe zouden kunnen voegen, dan denk ik dat de ondernemer er beter van wordt. In ieder geval de inwoners er beter van worden, want die krijgen ook een ondernemer die competitiever is. En daarmee ons welvaartsniveau kan stijgen. De digitale werkplaats is op 16 en 17 november in het VDMA-complex van de Vestdijk in Eindhoven. Google hoopt in Eindhoven op een opkomst van 1000 bedrijfjes. Landelijk moet er straks 30.000 bedrijven worden geholpen via de digitale werkplaatsen.